Kort na de Tweede Wereldoorlog lutsen honderden Friezen naar Noord-Amerika. Haaien Witteveen van Mullum ziet in Jontje Zoon veertig op de eerste boot met emigranten naar Canada, om daar een slachterij te beginnen. Jaren later helpt er als een van de eerste Friese hinders naar Noord-Amerika. Door een beroerte keer zelfs geen shows meer rijden, maar hij won honderden prijzen en kan zien worden als een van de wichtigste fokkers van Canada. Werd hem ook wel de godvader van het Friese hinder nemen. Mijn leven eigenlijk is begonnen in 1984, toen ik opgehouden ben met de slachterij en de hinders gegaan ben. Toen is mijn leven begonnen. Ik heb oren geweest, ik heb alles gedaan. New York gereden, de Meadowlands in New Jersey. Voor een jaar heb ik alleen nog maar vrouwenspan en Friese hinders. Nou, in het laatst hebben we in de vrouwenspan hinders in de competitie. Maar die kwamen ooit heel erg. Honderden Nederlandse boeren die met hun hele gezinnen naar Canada zullen vertrekken. Bovendien een 80 bruidjes die de reis zullen maken. Verder nog de vele familieleden die meegekomen zijn om afscheid te nemen. Dat alles veroorzaakt op de Wilhelmina-kade van de Holland-Amerika-lijn in Rotterdam een grote drukte. Front juni in Zoornveren. We zitten op de eerste boot. En de waterman. En we hebben vertrokken voor Rotterdam. Oh, wat een reis dat weer. Hartstikke ziek. 200 man. Slept in een apartment daar. En we slept op 5 heg. En toen in de men van de kamer. Or de kwamen in Spire. Dat is iets van alles. In gebed en alles. Als alle formaliteiten vervuld zijn, begint de eerste etappe. Met een klein bootje naar de Waterman. Een troepentransportschip van de Nederlandse regering, waarmee de oversteek gemaakt zal worden. Het grote moment is aangebroken. De schroef maakt zijn eerste omwentelingen en langzaam glijdt de Waterman van de kade weg. Allen verdringen zich aan de reling om nog een laatste glimp van de achterblijvenden te kunnen opvangen. Over 10 dagen zullen ze in Canada zijn, waar ze zich een nieuwe toekomst hopen te bouwen. Ik kwam hier allemaal in een pakje, een popbroek en alles. Maar ja, we wisten net vol van Canada houden. No? Want ik ging al vroeg voor school gaan, omdat ik Duits leren moest. En dat verdomde ik. En dan ben ik voor school gegaan. Ik 14 jaar oud. En we waren niks in Nederland. We waren 4 jongens op een plaats. En mijn huid was hartstikke jong. En de burgemeester van Heinz, een goede vriend van de tijd met hem. En ik kwam uit. Maar hij zei, ja, je moet naar Canada of Australië. Dus we kwamen hier en ik kreeg $24 in de boezem. En dat moest ik delen met mijn broer. Zo in elk $12. Dat was samen op. Maar ze immigranten nooit hebben gezegd dat ik nog maar 1 miljoen ben. En ze zeiden ook grote dingen. Maar wij ben echt, ik wil zeggen, wij ben echt immigranten. Die je komt binnen, moet je stoer in die boezem. En we hebben, oh, dit is een hartstikke best loon uit mijn werk geworden. We hebben zo vol 20 hinders hier gewoon op de boerderij. Maar we zijn nog maar 40. Hey Sam, kom. Kom aan. Mooi hondje, hè? Het meer verzorgd voor de hinders dan een soort meisje, deze. Die weet wat er maar doen moet. Mijn dochter, alles op de boerderij.
wel een beetje hulp van de buurvrouw enzovoort. Maar dat was al de hele dekkerijbeweging. Nu krijg je sperma van Amerika binnen. En Bas Boom is de submarine. In the mid-80s, he imported 3 horses. And we started to show together, and I would learn to drive the horses. And we showed all over North America together, so it was something that we really enjoyed doing. So that was my first involvement with them. I think it comes from my heritage, you know, my Frisian blood in me. But we had a great time, and my dad was really instrumental in bringing them here. And he was the first one in Canada to bring the Frisian horses here. So he really introduced the breed to a lot of people all over North America. Growing up in Holland, Harry Witteveen enjoyed helping his father show his Frisian horses. When he moved to Canada, his new life and business did not allow him the time for any hobby. In 1986, retirement gave Harry the time to reestablish his relationship with horses. In the last 10 years, he has imported more than 200 Frisians. I had a good friend in Toronto, and I said to him one day, I says, Jack, I want to come to the Royal Winter Fair with the coach. And he was silent for a minute, and then he said to me, he says, Harry, he says, don't go unless you can go first class. If you can't go first class, stay home. And I never forgotten that. Slowly I've gotten involved, and now I do the ultrasounds. I follow the size of the follicles, the mare's cycle, and then I inseminate them. So we do quite a few. This year I did over 20 mares. So, and that's quite a few when you do it all yourself. Now the rest is up to her. She should, based on the size of her follicle, she should ovulate tonight or tomorrow. And then the semen is there, so hopefully she will get pregnant. Dit bos hebben we helemaal schermaken. Dat is leuk. En hier rijden we met de hinders langs. De Frisian, I love them. So good natured. They're not mean. They're not kickers. They don't bite. They're very showy. I always classify them with a movie star. You see them in the kitchen, they're standing with their head down and everything else. But the minute you put that harness on, they get their heads up and their action comes up and their tail goes out and away they go. And that's the beauty of them, and the public loves them. It'll be more work taking you have it los to drive. Hartstikke mooi. Dat is wat hindernissen. Je springt op bim staan henne, maar er ben je om valt en springt gewoon op henne. En dat is hartstikke leuk. De regels zijn
een bats. Het in het bos. Maar ik zei, je hoort dat niet. Maar ik kom jongens eruit, nou, een oorfeest. What keeps me go back every year in the show ring? I guess it gets in your blood. And you can't just give it up. And the Friesian horse is a wonderful horse, and the people love to see it. A man from my size, he saw in English, I said, Harry, he said, why don't you quit on a high note? He said, Agalik. And since I in Friesland, Tratoos, beer. So kreeg me beroerd en dan ben ik er mee opgehouden van de show. Ik kon er meer van. She's pregnant. I think one of the most passionate things for me is that my great grandparents, my father's Pak and Beppa, also showed Friesian horses, so it's nice to carry on the generation, you know. I hope it will pass on to future generations here in Canada. Oh, hop, hop, hop. I say there's a ranger that fits a parade. Ze werden zo makkelijk om mij om te zien. Nou, dan ben ik in kringen, dan ben ik schoppen net, ik bied het net. Nou, en dat is heel voornaam, denk ik. Heel van natuur ben je hartstikke leef. Leef eens. Makkelijk om te beleren. Bad boom, je springt erop en weg, weet je. Dan ben je klaar. Mooi kapje, mooi eigen. En ja, schitterend. En hele mooie fortjes. En er in de mountainbike, er in de. Ja, hele mooie fortjes erbij. Toen wij er eerst kwamen, kwamen we bij de boer. En die woord net van hier, maar hij woord mooi dom hoor op een boerderij. Zo eindelijk ben we op een stand, midden we naar de eigenaar doen, lopen. En daar hebben we vragen ze waar de kinderen maar niet meer op zitten. Ik zei, we willen erbij. Nou, hij zei, kom dan maar buiten in het slachthuis. En die hier een vleeshaal op een markt in de stad. En dat kocht ik van hem. En dat. Dat weer heel succesvol is. Ze waren best verdienen. En dan hebben we het later gebouwd. En dat is super gewoon. Heel goed gedaan. Ja, dit is de slachterij. We vroeger ooit gehoord namen. We werden weer niets. En we hadden nu alle slachter zien. We hebben ze vol als 150 bargen. En 1650 kei in de week slachter. Maar dat doen we nog niet meer. We brengen nu alles kanten klaar. Want je slacht jezelf niet meer? Nee. Nee. Maar jou vroeger wel, hoor. Ja, we hebben voor zorg hier. Hè? Ja, ik zie er wat foto's zijn liggen. Maar we begonnen binnen. We begonnen zo met de pikjes, Doug. Dat is jouw zoon, Doug? En alles hoort hem, ja. Ja. Zo vroeger noemen we dit St. George Abattoir. En daar weer een begin van. Ja, en dat ben ik. En je hebt Doug Mordecai en ben ik zelf. Dan heb je Doug de Jonge weer. En hoe is de business today? Good. Been doing very good. Busy. Summertime is my busy month. Barbecue. Steaks and, hamburger and hot dog and sausage. We make our own sausage here. And, good business. Meat business. Yeah. Doug is hartstikke best in de zaak. Super. Maar goed werkje.
Hard work, yeah. Yeah. I love this business. You know, I love it. Doug has, why? You know, I've always been into it, and I've always self-taught, making sausage, kielbasa, and ham. Self-taught. I taught myself everything. Doug Armani's works 7 days a week, 12 hours a day. Some months here. And I had to say, hey, leave it in, I can't get a throw over. Krijg je een huid, of net? Krijg je een huid? Well, no, lekker goed. Just good as me, he said. What's that? He said, you work as hard as me. Yeah, he was a hard worker, too. Really? Very hard. Still working. 82, eh? He said, don't have full of fire, you need to feed in it. Well, it's in the Malazi, yeah. You know? And then how much do you sell in amounts? In what? Kielbasa, like a ton. In a week? In a week, yeah. Yeah. And all different kinds of polka. About 400 or 500 pounds, different type. In bacon, I got about 1,000 pounds a week. And around Christmas, even more, I think. Tons. You just can't keep up. You been here in St. George? In the Santa Cruz here, they have this cock there, and they have this husky about. En toen wij klaar waren bij weer ingekomen, heb je 24 mannen. Mijn vrouw en ik. En toen later had mijn zoon doorgenomen. Maar meer heb ik zelf behouden. En het was een hoge bron en hartstikke best. Hey, chocolade, Monty. Hiya, Harry. Hey, kost je een hinder op, Harry? Ja. Hoe is het, jongen? Oh, dat is een goeie. Ja? Ja. Dat koopje had je een goede job hebben, dat het draagtig is. Wow, ja. Dat kan ik niet helpen wat het net draagtig is, maar ja. We hadden alles erop, alles. Ja, weet niet van. En heeft een chocolaatjes mooi dan? Ja, natuurlijk. Ik kom altijd maar chocola. Dus dat is altijd klaar. Nou? Nou, ik hoop dat het een model wordt, jong. En vol is. Ja. Harry had mij van mij geïnsemineerd. Want bij die oordadressen slagen nooit. Dat we rekening erop dat het deze kerk weer goed in is. En we hopen je het beste. Harry is nou ja, de pionier en de godvader. En zo ben wij bij Harry te lonen komen toen wij om een vries begonnen te zoeken. En ik wou wel een hinderkeepje, maar ik wou alleen maar een vrieskeepje. Omdat ik vroeger als jonkie ook met mijn vries en hinders naar het veld moest om bij de kappen te laden en zo wat hennen. En mijn paken weer een berucht en beroemd hinsterkoopman. Dus wat dat betreft, het zit misschien een beetje in bloed. Maar een Fries, ja, ik wil een Fries hebben omdat ja, we hetzelfde bloed, no? Ik heb wel meer in de familie die geëmigreerd binnen. En ik hie altijd een aan omkes en even en nichten weer omkwam. Dan bankte mij het hart even meer en dat leek me machtig daar. Omdat de hele familie in de koekietest aan zit, wie ik had een opleiding gewoon als maquetbakker. Jo, ben van de Hellema's koekjefabriek in Hallem. Ja? Nou, toen ben ik via een omke in chocola belonen. Recepten en werkmethodes heb ik alweer noteerd. Van letter. Nou? Dat, in de flat hebben we de rommel eruit, de moeren inplakt met plastic. Liet chocolademachine, wat ik mooi noem, in een container opstelt. Werkbank in Twaan, zeggen, want dat was pas net in de lift. Dat die hebben we boven in de kamer, maar niet meer wel last.
En dan ben je begonnen met chocola mooi te zien. En dat verkochten we dan op een vleermerk in Toronto. En dat ging eigenlijk, dat is zo'n man. Ja, dat ging steeds beter eigenlijk. Kijk. Go ahead. Think of the richest, creamiest, most satisfying chocolate you've ever tasted. And then make a visit to Williams Chocolate Factory in Whitby to satisfy that undeniable urge. In 1983, Willem Hellema came to Canada to carry on his Dutch family's tradition of making quality chocolate for over 150 years. Williams chocolates have been enjoyed all over the world. One taste of their rich, quality Belgium and Dutch chocolates will quickly tell you why. Williams Chocolate Factory in Whitby for the most discerning chocolate lovers. Nou, dit is dan het bedrijf, Williams Chocolate. We zijn begonnen in jaartje 85. En we hadden dit gebouw zetten in jaartje 95. Dat, dit is de winkel. Het is nu juli, dat het is hier net druk. Maar we zijn wel druk met Christ en Valentijn en Peeske. Dat ben nu hoofddagen. En daarachter is het fabriek. En achter wordt het bekende wat jaren. Dat het is hier goed, deze tijd van hier is rustig. Als nadat we wat aanpakt, dan ben je maar een man of tien. En dan begint het derde productiearea. En dan werkt het zich langzaam naar voren. Dit is de inpakafdeling. En van de inpakafdeling wordt het opslaan in koelroomtes. Of het gaat voor de Alex naar de winkel. Wat maakt je hem ook recht? Bonbons en truffels, maar natuurlijk ook een hele partij chocoladeletters. En Christchocolaties en Christman. En een prot ding, dat nemen ze novelty. Dus hockeypucks en hockeysticks en ballerines en mozen en schoen en auto's en neem maar op. Alles zit erbij. Mensen in de winkel die vragen wel eens, ga je met het spul dat brutsen is, dat je hem verkeerd hebt. En dan zeg ik, nee, dat zit al hier. We moesten ook een slogan hebben natuurlijk. Daartoe kwamen we er op het idee om te zeggen op het eind van de reclame van It's Lekker. Dat is Duits voor good. En dat begint nu ook wat aan te grijpen. Want wanneer het helemaal voorkomt in de supermarkt, dat ze mij praten, jaren, dat men zei van it's lekker. Dat pakt wel aan. We're just looking for some small gift items to put in the rooms for people attending our wedding next weekend. Yeah. So we're doing it, yes, for our wedding. So we're a little welcome in the rooms. Yeah. I come here from Chalker because my mother phoned me and wants some. My 80-year-old mother. So she said, buy her $20 worth. And why Williams chocolate? Oh, because it's very good. Yeah. We've been eating it for years. So the dark chocolate's pretty healthy and tasty too. Hey, did you want to try one? I could have my arm twisted, sure. Okay, I can twist your arm. Okay. Milk or dark or any flavor? Milk would be anything milk. Do I try the heart or the mint or? Excuse me, talking with my mouth full. It was great. It was fantastic. So the problem is whether I have one or I have multiple, you can never have just one chocolate. So I have to have a couple of them. So I'll have to go and work on that now. Hello everyone, William here from Williams Chocolate. For Valentine's, remember, Williams Chocolate, it's lekker. That's Dutch for good. Visit the Williams Chocolate Factory today in Whitby. Williams Chocolate, it's lekker. December 2000, ja, toen ben ik de vrouw en ik daar, mooi uit ben. Naar Amsterdam gegaan voor een seminar toezien. En toen woonden we stoppen in Balten. In een motel te eten. Was je in de achten daar, die jongens. En dan lag ik de seminarplant op de tafel. Maar dat is de story daar.
Ik ken er net bij. Als ik samen. Je vlees is samen 90% van je. Je welzijn. Ik ken er net bij. Hoe je dan nog. Dingen dronken. Ik ken niks meer. Hinder de kolder om eruit te gooien met samen op de groen. Maar ik ben nu aan de goede kant voor gas. Wat een pessimist, hè? Wat een pessimist. Wat een plaatje, hè? Wat een plaatje. Wat een plaatje. Nou, tien jaar ben ik nu, dan weet ik er niks meer. Ik grab Britse on a computer. En hij niks meer doen, en hij lie. Je verzorgt me, wat ik lie. Ze bestrijdt die kat in je honden, en het is heel moeilijk zo. Volle beter. Zo misschien kun je gewoon op een knop drukken. Doet jouw voortgang hier een beetje verkeering, net? Ja. Ja, een beetje harder. Ik ben een dondje in rood. Ja, financiën. Nou, dat was met 47. En nou, dan mocht je weer dansen. Maar dan, ik was 17 en hij kwam op een Tilbury. Kwam je daar, dat was in Franeker. En ik woonde in Franeker, dus daar hebben we elkaar ontmoet eigenlijk. En toen vertelde hij me al dat hij en zijn jongere broer, Jan, die waren verplant naar Canada te emigreren. Ja, dat mocht. Was een goede boy. Zo. Ze wie te jong? Ja. Mijn heid zei, ja, hij is dus weer te jong. En we waren nog jong, je niet. Nou, we hebben nog even geschreven. Dan hebben we nog een mooi lap stof gestuurd. En een brief aan mijn heid. Mijn heid zei, ze moet eerst 21 wezen. Nou, dat was nou heel zo. Zo, dat is nou toen op niks uitlopen. Dan heb ik hier een verkeerd trouwd. Ik trouw met hem mooi. Een beste vrouw weer dat. Maar ik ben een mannetje van moois hier, zo jongens let. Hey. Altijd lang, altijd werken. En ik heb nooit een tijd om. Zodat het huwelijk werkte. En later hoorde dat hij getrouwd was. En kinderen had. En, want iedereen kent elkaar natuurlijk in Friesland. En ja, ik heb eigenlijk een fijne tijd gehad, 20 jaar zo. En daar heb ik nooit spijt van gekregen. En heel veel later, toen was ik een keer thuis en ging de telefoon en mijn moeder nam de telefoon aan en die zei, ik weet niet wie dit is, maar het is voor jou. En zo vandaar is het weer eigenlijk opnieuw begonnen. Toen ben ik een beetje bij me gekomen en zie je komen en ben vertrouwd. Zo had je nog vinden hier op mijn vrouw is. Hey, mijn mooi roosje. Zit er weer een hard mondje in mijn reefje? Zit er weer teer op een veranda. Ja. Yeah. In het bejaardenhuis. Weet je nog wel, oudje? Huh? Weet je nog wel, oudje? Ja. Ja, hoe kan ik het nog vergeten? Je hebt het of je hebt het net. En ja, je moet je really zien de grote heer. Nou, dat een badgeld en hier ben je een orde. Een immigrant. Mooie stoer in de boezem. En dan kan je dan verslaan. Dat is wel leuk. Maar ja, we hebben het beste hinders verkocht. We hebben. Noem het maar. Roer al wees, man, hinders. Rockefeller.
Nou, we hadden dan kozen met de Rockefeller praten, David en Rodman. We waren daar in Noorwegen voor een ritje door Terrytown. Dat was hartstikke leuk. Maar ja, de DuPonts waren daar en de Stuyvesants, al die lui waren daar. En Little Hoyer. Van Heinz. Smaakt het wel een beetje?